Het is ieder jaar weer een traditie in Rommelgat, het Slagerfestival. Vanuit Sint-Joris strijden vanavond 9 teams om de felbegeerde titel Beste Slager van 2015. Deze hele avond staat in het teken van muziek, gezelligheid, maar bovenal een lekker biertje. Proost! De jury van vanavond. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Ik vind het best wel spannend. Nee, ik niet. Ik vind het niet zo spannend. Waarom niet? Nou, lekker relaxed, leuke avond. Lekker genieten van wat er gaat komen en we zullen het wel zien. Worden jullie nou geselecteerd door iemand of hebben jullie jezelf aangemeld als gewoon ik wil jury zijn? Nee, wij zijn gevraagd. Door? Door de Stichting Organisatie Carnaval. Ja, en dan op basis waarvan? De kwaliteit of muzikale kennis? Of hoe, Dat denk ik. Nou ja, hij is zanger als hobbyist. Ik heb altijd muziek gemaakt bij een blazerij, de Smarties. Dus je moet wel een beetje in de muzikale wereldje zitten om een beetje te kunnen jureren. Om dit te mogen doen. Ja, ja. Ik vraag me af, ik heb gehoord, een slager vanavond mag niet gebaseerd zijn op een bestaand nummer. Nee, dat klopt. Waarom? Nou, om de creativiteit van de mensen naar voren te halen. En een bestaand nummer is lekker makkelijk natuurlijk om daar iets op te maken. Een liedje van Danny Christian bijvoorbeeld, een bestaand nummer, ja, dat is lekker makkelijk. Dus zo komt de creativiteit naar boven, nieuwe arrangementen. Dat is natuurlijk een uitdaging voor iedereen. En waar letten jullie nou op bij een echt goede slager van vanavond? Ik ga letten op tekst en de aankleding natuurlijk. En ik denk dat je daaraan kan zien, aan tekst, muziek, aankleding, hoeveel werk ze eraan besteed hebben natuurlijk. Dus daar ga ik wel op letten. En wat dan specifiek van de tekst? Wat moet er in een tekst zitten of wat moet er juist niet in een tekst zitten om hem succesvol te laten zijn? Dat maakt denk ik niet zoveel uit. Het moet gewoon gezellig zijn en ik vind ook de mensen die op het podium staan, die moeten zelf heel veel plezier hebben. Als die veel plezier uitstralen, ja, dan gaat dat goed komen. Eens? Ja, eens. Vooral eens. Moet ook wel hè, als jury, als trio. Tuurlijk, ja, we moeten het unaniem eens zijn. Hè? Wat verwacht je van vanavond? Er zijn 9 deelnemers. Nu al een favoriet of denk je van nou, ik sta helemaal carte blanche, ga ik daar vanavond op mijn stoel zitten? Ja, ik sta er helemaal open in. Ja. En wat verwacht je ervan? Ik denk dat het een heel leuke avond wordt. Ja, ik verwacht echt dat er, en ik verwacht veel kwaliteit vooral. Want dat zijn we gewend hier. Nou, vorig jaar hebben we ook mogen jureren hier en daar lag de kwaliteit ook al heel hoog, vond ik. Er wordt echt werk aan besteed, dus dat verwacht ik vanavond weer. We gaan niet voor minder. Heel veel plezier vanavond. Dankjewel. Dankjewel, hè. Rommelgatters, Rommelgatterinnetjes, het is tijd om te beginnen. We hebben de eerste 3 kandidaten die achter elkaar hier achter de persoons gaan geven. Om hun slager tegen horen te brengen, hebben we hier achter staan. Op van de zenuwen. Thee met honing aan het gebruiken om de stembanden goed te smeren. Maar uiteindelijk zal het erop aankomen wat je hier op dit podium zult presteren. De eerste kandidaat die gaat strijden om de Rommelgatse slager voor 2015-2016 te gaan winnen. Dat zijn de Pinnekes. Rommelgatters, Rommelgatterinnekes, we gaan niet langer meer wachten. Wij laten jullie niet langer meer in spanning. Dus wat dat betreft komt het allemaal goed. Ja, ik heb ook al blank op. Dus dat komt allemaal wel goed. Hier zijn de eerste kandidaten, de Pinnekes met de beste stuurlijn.
Prins Geert ten Schone. Goedenavond Bart. Goedenavond. Slagerfestival, hè? Ja, Slagerfestival vanavond. Heb jij nou ooit zelf meegedaan aan het Slagerfestival? Nee. Echt nooit. Nee. Ook geen ambitie? Nee. Tot vanavond niet. Maar het lijkt me wel leuk. Ik denk wel dat we de uitdaging oppakken. Dat we volgend jaar hier staan als ex-prinsengezelschap om daar iets mee te doen. Ja, want die doen mee. Die doen vanavond ook mee. Voel jij je daarvoor geroepen? Nee, als ex-prins groep niet. Nee. Ga jij nou, als jij luistert naar een paar nummers, hè, en stel jij zat in de jury. Ga je nou voor kwalitatief hoogstaande teksten of meer het lalala? Ik ben lid van de publieksjury. En ik ga toch wel meer voor de uitstraling van de groep. Want waar voldoet de... Niet voor de kwaliteit van de zang of... de tekst is natuurlijk wel leuk, maar meer zo. Want wat gebeurt er hier met het publiek? Publieksprijs is toch wel weer wat iemand uitstraalt naar het publiek toe. Dus hoe komt het over? Dat is het belangrijkste. Precies. Hoe maken ze de show? Ja. Kijk, ik wens jou een hele fijne avond. Dankjewel Bart, jullie ook. Oké, dank je. Ik mag graag uitnodigen de jury om hier op het podium te komen en natuurlijk zijn dorstlustige hoogheid Geert de Schone, of die hier even naar boven komen om de prijzen zo dadelijk uit te reiken aan de artiesten die dan ook een prijs hebben gewonnen natuurlijk. We hebben 4 prijzen uit te reiken. En ik win met prijs nummer 1. De nieuwe prijs die sinds dit jaar uitgereikt wordt is de aanmoedigingsprijs. De aanmoedigingsprijs gaat naar de Pinnekes. Vandaag net niet de hoofdprijs, maar de prijs van de mooiste of de interessantste, schoonste presentatie, die gaat naar de Brothers. De publieksprijs dit jaar gaat naar de... Wilt u iets zeggen? Of... Ga naar de Watjes! Het was een erg goede uitvoering. Het had een animaal karakter. De prijs 2015 gaat naar het duo Tresbon. Ja, deze kroon die zingt zo. La 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 la. De winnaar is bekend, het vat is bijna leeg, dus het Slagerfestival 2015 loopt bijna ten einde. Vanuit café Sint-Joris in Zeels kan ik nog maar één keer zeggen, alaaf.